We gaan het hebben over de neck time-out. Het gaat erom dat je af en toe je nek en je schouderregio kan ontspannen. Je hoofd weegt 5, 6 kilo. Over het algemeen hebben we die toch ergens buiten het steunvlak. Ook al let je er goed op in je houding, ook al let je er goed op overdag als je aan het lopen bent of andere dingen aan het doen bent. Er is één manier om te zorgen dat je hoofd letterlijk van je nek afgehaald kan worden. Die ga ik nu even laten zien. Je mag komen liggen. Je gaat op je rug liggen. Dat mag op een bank, op een matje, op een bed. En dan ga je eerst zorgen dat je knieën gebogen zijn. Handen of hier of naast het lichaam. En dan moet je hoofd in neutraal positie. Als je niks eronder hebt liggen, dan ligt het hoofd eigenlijk ietsje achterover. En zou je te veel eronder leggen, dan komt het hoofd iets voorover te liggen. Maar hij moet precies neutraal komen te liggen. Dat kun je doen door handdoeken. En dan ga je eerst één handdoek eronder leggen. Goed even de schouderlijn aanleggen. En nu is die nog net niet helemaal, want de oorlijn loopt nog iets omhoog. En ik wil hem eigenlijk daar hebben. Dus dan leg ik nog een handdoek eronder. Op die manier. En dan niks doen met het hoofd, want anders dan zou je weer aanspannen. Maar gewoon ontspannen neerleggen. Nu ligt de oorlijn keurig parallel aan het oppervlakte. En op dit moment hoeven jouw nekspieren niks te doen. Wel even controleren, want trek je schouders maar eens op. Je kunt nog steeds je schouderspieren en je nekspieren aanspannen. Dus probeer die even goed bewust los te leggen. Het enige wat je dan nog hoeft te doen is 5 minuutjes zo blijven liggen. Dan krijgt de nekregio en de schouderregio rust. Dus.